eens kijken wat er gebeurt als je op die kruk gaat zitten. Een krukkie? Of mijn krukkie? Ik vind het wel een reflectie. Zal ik mijn schoot afdoen? Heb je mijn schoot gezien? Vind je dat niet leuk? Dat maakt mij niet uit. Nou, Mieke, vertel maar, wat is er aan de hand hier? Wat er aan de hand hier? Ja, dit is mijn nieuwe atelier in Eikers, een dorp waar ik al heel lang kom. En ja, dit kwam op mijn pad. Ik kon dit huren op de kerk. En dit is nu mijn atelier, waar ik als kind van gedroomd heb. Een atelier in het zuiden van Europa. En kijkend op de plaatsen, je hoort elke keer de kerkklok slaan. Ik voel me hier helemaal waar ik hoor te zijn. En ja, ik hoop hier nog heel veel schilderijen te gaan maken. Maar dan in een andere vorm als dat ik hier aan Nederland heb gedaan. In Nederland heb ik toch altijd het gevoel gehad dat ik in een bepaald hokje werd gedouwd. En nu kan ik vrij los. En de bedoeling is dat ik hier nog grote schilderijen ga maken. En daar heb ik de ruimte voor. Beneden kan ik ze tentoonstellen. Ik kan s'avonds met een wijntje voor de kleine galerie zitten. En hier kan ik dus ook alle technieken gebruiken, want ik heb alles hier. De tempera, mijn olieverf. Op dit moment schilder ik de grootste op dit moment van 110 bij 140. Maar hier kan ik wel een dubbele gaan schilderen. Dus 110, 1 meter 10 bij 1 meter 40? 1 meter 40. En hier kan ik dus ja, de schilderijen maken. Het zo groot als dat ze door de trap gaat kunnen. Want daar heb je altijd mee te maken. En dat was vroeger ook al zo. Hè, de mensen die schilderden en die hadden kleine mooie kamertjes. En die huurden bijvoorbeeld Monet voor in Parijs bij de kathedraal. Maar het was zo groot als het doek door het raam kon of door naar buiten gaat. Want ja, anders kijk je nooit meer eruit. Degene die heel groot kon werken was Rubens. Ja, dat moest ook natuurlijk in verband met zijn modellen. Ja. Alleen maar om zijn ander binnen te krijgen. Ja, maar maar Rubens was hard, die verdiende veel, dus die kon zijn eigen groot atelier creëren. Maar goed, het gaat over het schilderen en ik kan hier nog een hoop dingen maken en onderwerpen. En ik ben nu met de serie Fiestas bezig en dat geeft... Fiestas? Als Siri Fiesta, dan denk ik aan een auto. Nee, Fiestas is hier in Spanje, het zuiden, de feesten. Gedekte tafels, daar bestaat deze collectie uit. Het glas half vol, maar er is goed gefeest. En dat je je eigen afvraagt bij deze schilderijen, wat was het feest, wie waren er, is er veel gefeest. En dan werk ik in een klein palet en je voelt dat het feest voorbij is, maar het leven is wel gevierd en ik denk dat dat de moeite waard is, dat je elke dag die,
die je krijgt voor dat je kan zeggen, ik leef deze dag alsof het mijn laatste dag is. En zo leef ik ook eigenlijk mijn leven op dit moment. En dan vooral het uiten in mijn schilderijen. Want die schilderijen voor mij, ik moet schilderen. Ik kan niet zonder het schilderen. Schilderen voor mij is één feest en dat uit ze eigenlijk in die fiesta's, in die collectie op dit moment. Met kleur en niet het ingehouden wat ik in Nederland veel stilte heb geschilderd. En verstilling van landschappen, verstilling van fabrieken, verstilling van steden. Ik wilde als kind al naar het zuiden van Europa. Ik heb dat altijd voor ogen gehad. En mensen die ook wegtrokken naar het zuiden, zoals Van Gogh of een Gauguin, die een bepaalde sfeer opzochten. Dat deed ik als kind. Liep ik weg als we terug naar huis moesten na 3 weken vakantie. Dan was ik de laatste van zoek. En dan moesten mijn ouders me zoeken. Ik wilde niet terug naar Nederland. Mi hermana Paula. Bueno, ¿cómo lo quieres? Me voy contigo. Het gelukkige is dat als jij aan je eigen kunst kan werken en in je eigen taller is de plaats van de kunstenaar, dat je daarin kan werken. Dat maakt het, en daar heb ik voor gekozen. Het leven mag gevierd worden, maar het leven is ook kort. Hè, ik ben geen 18 meer. Dus ik heb ook heel hard gewerkt en veel gezorgd. En nu heb ik alles, de tijd en de ruimte en de vrijheid. Hè, de vrijheid om dit te doen. En dat is, ik vind, natuurlijk is je gezondheid je grootste goed. Maar voor ons, tijd grijpt elke minuut, komt niet meer terug. En ik wil nog jaren schilderen en het leven vieren. Vandaar fiesta's. Ja, vandaar fiesta's. Zit daar voor café? Kokomo. Is mijn stamkroeg. Ik heb een matras hier neergelegd en dan, als ik een keer wil doorzakken, dan kunnen ze me hierheen rollen. Ja, hoort ook bij het leven vieren. Ja.